Ja. En hallo! Dat is Sam. Dat ben ik. Wauw! Martin, die zie je volgens mij bijna nooit in de video's, toch? Nee, alleen in Dungeon Defenders. De background stuff. De background guy. Ja, en dat, ja. Het nice. Slaafje van Project Mark. Nee, grap. Ik ga maar niks zeggen. Hij kan ons toch geen damage doen, we zijn OP. Ja, OP. Hij ook. Kut. In ieder geval, zij gaan samen gaan ze de parcours aan doen. Wel apart, of course, maar wel... Niet tegelijk. Ja, niet tegelijk, maar wel samen. wel tegelijk, maar niet tegelijk. Zo. Ja, dat... Goed. In ieder geval, wat het is jullie mogen gewoon allemaal meedoen. Dus zet je Mike van naam in de comments en hoe graag je ook weer mee wil doen. Misschien kiezen we jou dan wel uit voor de volgende aflevering. Inderdaad, en dat kan alleen maar op Just Rocket kanaal, hè, niet op ons kanaal. Dus je moet even linksboven staat Inoid's point of view of Just Rocket's point of view. Dan moet je even op klikken, want anders loopt het niet goed af. En bij mij staat het dan weer andersom. Is het record Wart ook? Nee. Ik heb trouwens... Wat zijn jullie? Ik heb mijn texture pack niet eens geüpdate. Sam is pro, seriously? Ik heb... Ja, dat heb ik niet opgeschreven. Dat stond er ineens. Ik kom hier ook zo binnen en er staat ineens Sam is pro. Echt ineens. Nou, kom maar naar boven, jongens. Waarom loop je met een stukje dirt, Sam? Ik heb nu bone meal. En dan van Arjen Ignat. Neem ik wel mee uit deze chest. Jongens, welkom in the magic room where it all happens. Oh, jee. Hier staan een paar waterpijpen. En zo. Nou, oké. Hier kan je je shit pakken en hier kan je je shit pakken. Het zijn twee chests. Hoeveel heb ik er nodig? Wat je wil, pak maar gewoon. We hebben genoeg, ik ben een rijke tata, man. Rijke man ben jij, rijke man. Rijke man, man. Heb je game mode? Ja, oké. Wart, geen game mode, hè? Nee. Oké, ga maar achter de deur staan. Oh shit, hier begint het. Ja, dit is het al, jongen. Wacht, achter de deur, ja. En dan doe je de deur open als ik het zeg, ja? Eén momentje. De timer komt ook alleen maar Just Rocket. Dus alles het originele concept is allemaal bij hem. Hey. Oké, als je klaar bent. Ben ik... Dat tel ik af. Hij gaat er bij de eerste jump op falen. Ik durf dat hij gewoon zit te jumpen, dan springt hij dood. Je mag eerst even naar beneden kijken. Kijk eerst even naar beneden hoe diep het is. Het is best wel gevaarlijk. Maar... Ik ga het helemaal goed doen, natuurlijk. Tuurlijk. Oké, ga maar achter de deur, knul. Jongens, ik ben zo zenuwachtig. Mijn hele stem trilt, hoorden jullie dat? Hij staat allemaal te trillen. Oké, jongens. 3, 2, 1, go! En oh mijn god, dan doet de deur open en springt naar beneden. Oh! Hij haalt het. Hij haalt het. Ik ben Bart's personal coach. Kom op, Bart! Kan het! No! Verwacht maar geen goede tijd. Hij springt. Dit is geniaal. Wacht. Hij heeft het. Hij heeft het helemaal in zich. Oké, concentratie. In het onkruid. Gefeliciteerd. Je hebt een prijs gewonnen. Onkruidjumper van de dag. Time day. There we go. Even concentratie. Hij springt op het eerste blokje. Haalt hij ook de tweede. That's the question. Springt. Dit is veel te ver, dit. En dan gaat. Hij springt al, zeg maar, achterop. Maar goed, maakt niet uit. Hij probeert het gewoon nog een keer. Ik moet later springen. Hij moet nog even warm lopen. Het is allemaal nog een beetje afzien, weet je. Het is lastig voor hem. Hij heeft het zwaar in het leven. En hij gaat er volledig voor. Hij probeert... Hij doet dit al... knalt zijn kop op de fucking houten dingen. Damn! Kom maar, Wart, moet ik je wat water geven? Kom maar. Een waterbottle. Hier. Kom op, man. We hebben ook nog papier nodig om je zweet af te druppen. Springt op het tweede blokje. Gaat nu voor de derde. Gaat die derde. Hij springt op de derde. Kom op. Je kan het. Ja, nog één. Kom op. Yo. Springt op de laatste blokje. Goed zo. Hier. Dat was echt het makkelijkste gedeelte. Hij pakt het zweetdoekje op alsof hij niet anders kan. Gaat hij het ook pakken. There we go. Zweet. Helemaal weg. En, wauw. Jongens. Het komt gewoon het zweetdoekje, die is gewoon te zwaar. Heb je wel eten? Kom maar, melk. Eten? Ik moet even eten. Neemt als de tijd gewoon. Ja joh, gewoon de tijd nemen hier. Valt best mee. Je tijd zat.
Wauw, oké, Swink op de derde bakje gaat, die derde bakje Swink. En haalt het nog steeds, dan moet je omlopen, knul. Dat wordt leuk met dit, dat hij hier zo heen moet. Ja, dat helemaal, ja. Iedereen faalt daar. Oh. God damn it. Swink op dit blokje, haalt die tweede. Nee, ik nam het kop tegen het blokje. Ja, daar gaat hij. Ja. We zijn denk ik over 5 minuutjes zijn onze stem kwijt, Boyd. Ja, ik ga het commentaar voor jou, dat komt niet meer. Daar hebben we geen tijd meer voor. Waar moet ik nu heen? Ja, hier omheen. Hier staat... Ladder. Nee, hoe doe ik dat? Ja, zo. En dan springen en dan alle knoppen inklikken. Dingen doen. Gewoon klikken. Oh nee, zo kan je niet, zo kan je. Je moet terug. Oh, zo kan je wel. Het probleem is... Spreekt op de eerste blok, valt weer van het eerste blok af. Nee. Hij gaat ervoor en springt op de derde. Oh mijn god. Hij had het. En nee. Dat was iets te snel, jongens. Dat, ja. Kijk, ik heb het in 1 keer niet gehad. Sam is zo cool, haalt hem meteen. De eerste keer Wart gaat een compleet voor, maar knalt met zijn kop tegen het blokje aan. Gaat hij het halen, hij springt op het tweede blokje en oh mijn god, hij haalt het. Dit is een beetje een probleem, jongens. Ja, je moet een beetje aan de zijkant van het blokje gaan staan. Ik zeg ja, het zo. Sorry? En dan ja. En nu? Pak met je linkerhand. En dan, ja. dan pak je die golden apple, die smijt je tegen de muur aan. En dan... Maak je appelmoes van. Oh, hij doet het ook nog. So real. Hey, jongens. Ja, yeah, okay. Nou, stiekem heeft hij het gehaald, jongens. Typie heer Wart. Oh, oké. Okay. Ja, dat heeft geholpen, inderdaad. Ja, anders moeten we hier even een checkpoint maken voor hem. Zal ik hier even gravel neerzetten? Ja, zo. Dan. Ja, doe maar, Wart. Je hebt het gehaald. Goed gedaan. Wart, doe dat! Hij gaat ervoor! En hij haalt het! Maar hoe doe ik dit stukje dan, jongens? Nou, dan moet je helemaal bovenaan staan. Wat goed is, op je ladders kan je toch staan en dan moet je gewoon zo springen. Oh, je kan erop staan. Ja. Ja, joh. En dan met... Ja, en dan... Oh, hij haalt het! Waar is de volgende? En dan daar naartoe jump. Ja, goed zo. Ja, en dan daar moet je shit inhouden. Hij op het laatste stukje met het ladders en hij probeert niet op de ladder te springen, want het lukt hem niet, want het is een hele dikke ladder. Ik denk dat hij altijd met zijn kop... Wauw. Je doet... Random, ja, random, ik kijk wat er gebeurt en nu ben ik gevallen. Random rebel appeared, oké. Okay. Nice. Oké, Wart gaat er helemaal voor. Draait een twister jump en knalt op de grond. Gaat volgens weer de ladder op. Hij springt op de ladder, probeert de twister jump te doen en hij haalt het dit keer. Dan gaat hij naar het volgende... Oh, hij haalt het niet meer. God. Ik lig gewoon aan mijn toetsenbord, jongens. Oh ja, oké, sorry. Je hebt Rocket of niet? Hey, nee, geen sluikerkamer. Oh. Ik heb hier een ladder in mijn hand. Jongens. Bord. Zijn jullie er überhaupt nog? Nee. Oh, daar. Nee, we staan hier gewoon. Kijk, jullie... Doe de twister jump en... haalt het niet. Nee, gaat nog een keer twister jump. Ja, hij haalt het dit keer wel. Staat bovenop de ladder. Wat een... God. Oh, god. Oh, nee. Ja, volgens mij... Jongens. Volgens mij kunnen we het beter gewoon zo doen. Ja, maar hier was... Zo, oké, we got this. Oh ja, dit is ook wel handig inderdaad. Dat is wel chill. Moet ik weer wil je een kopje melk misschien? Ja, dank je. Ik heb het laten vallen. Onder de tafel. Hey jongens, waar moet ik nou heen? Alsjeblieft. Ja, twister. Oh, hij heeft het gehaald! Oh my god! Oh, hoe kan dat nou ineens? Waar moet ik nou heen? Aan de zijkant hier. Ja, hier beneden. Gewoon naar beneden. Shit, er zit een mug! Oké. Nou, hij is dood. Wauw. Oh, ik denk, ja, ik moet toch naar beneden? Er zit hier toch een ladder? Ja, oh. Oh, Wart. Wat moeten we met jou? Ja. Damn it. Ik weet, hey, kan je dit niet in high speed doorspoelen of zo? Start? Nou, kom je wel. Wil je maar weer wat water, Boyd? Ja, dank je. Ik ga er even voor zitten, weet je. Kijk, ik heb alsjeblieft. Eindelijk gooit hij hem goed over de tafel. Wauw. Ik heb hier ook nog lekker wat appeltjes. Oké, dit wordt een probleem, jongens. Oh, nu komt het door. Weer helemaal boven op de ladder gaan? Nee. Copyright. Oh, wauw. Hij haalt het, hij haalt het. Boyd heeft het niet gezien. Hij deed het zonder trucje. Oké, dit gaat hij... Oh, ik wou net zeggen. Hij heeft het gehaald. Oké, niet nog... Pak de boot. Pak de boot. Hij gaat er volledig voor. Hij pakt een boot uit de kist. Holy shit. Plaats de boot op het land natuurlijk. Nee, toch niet. Hij is niet zo dom, of toch wel? Oh. Wart, waar ben ik? Oh, je gaat dood. Oh, Wart. Oh. Nee, helpen? Ik zit vast, jongens. Zo, okay. Ik heb hem geholpen. Ik heb wel een beetje je parcours kapot gemaakt. Ik zal het wel fixen. Ja, nice. Zo. Nou. Sprinten, Wart. Ga ervoor. Oh. Hij gaat de motor doorheen en knalt. Hij doet het helemaal perfect, jongen. Oh, nee.
Ja, helemaal goed. Hij gaat er volledig voor. Gaat met de boot schuin. Dat is een nieuwe techniek. Schuin, boot varen. Schuin? Ja, je zit schuin. Ja, oh, dat is helemaal top. Ja, nee, ja, nee. Even. En nu moet je natuurlijk naar beneden springen. Doe de rainbow jump. Doe het. Oh shit, moeten we... Oh nee, juist... wat is dit, deur... jongen? Oh, die moet gewoon doorlopen, gewoon doorlopen. De deur stond te lopen. Ja, ik heb niet zo goed research gedaan, eigenlijk. Goed gecontroleerd, Boyd. Nice. Oké, okay, dan gaat... Het lava gedeelte, wat gaat hij doen? Hij springt in de lava half. Wat gaat hij doen? Oh. Ja, ik zie niks, want er staat heel groot... Ja, er staat heel groot in mijn beeld dat ik moet patchen. Sorry, jongens. Oh, wow, wat een bordje. Waar ben je, Bart? Ik ben nu... Oh, hij heeft zijn skin weer terug. Waar is hij? Hey, ja, ik zie... Waar ben jij? Oh, hi. Ik zie hem. Hey. Oké, okay, there we go. Hij gaat er volledig voor geconcentreerd, gaat hij erop. Hij staat erop. Kom maar, gewoon meteen doorjumpen. Oh, nee. Oh, het is wel erg diep, hoor. Ja, dit gaat goed. Ik zie gewoon helemaal niks. Oh, sorry. Ja. Bart, ik heb hier water. Hey, hallo. Boy, je teleport weer mijn hele tijd, maar twee keer. Maar dat... Ja, ik zie jou niet. Dat belemmert mijn tijd gewoon. De eerste keer ben jij er gewoon niet. Ik heb hier water voor je, Bart. Kom op, je kan het. Nog één. Kijk het van onder het lava, wat doet hij? Als een kat. Ja, hij heeft het gehaald, niemand zag het. Het compleet gehaald. Prachtige sprong, prachtige eindsprong van Bart. Fucking amazing. Dan moet je dus naar boven toe met de ladder, lift, ding, de loodle. Doe je ding, ja? Hey! Dat ben ik, hi. Wauw. Nu nog wachten op Bart. Hoe de F ga ik hier omhoog? Rechtermuis nog de hele tijd naar boven. Flauwe. Bart. Oké, fuck it. Diep hier. Oké, there we go. Hij heeft het gehaald, yes! Wow! Bart met zo snel! Ja, er was geen mandje daar, hoor. Doe maar, Bart, kom. Oh, careful there. Oh, jongens, ik moet verder. Dit is het kutste stuk. Oh, nee, nu komt... Nou, jongens, ik ga even een kopje thee halen. Goed, ja. Kom morgenochtend even terug, dan staat het erop. Potions. Hier moet je timen. Okay. Timen? Zo. Hij is game mode of niet? Oh nee, niet. Waarom ben ik allemaal spullen kwijt? Oh, dat komt daar. Je bent dood gegaan, hè? Hoe kan je die bottles hebben? I don't know, dat staat ergens in... Ja, right. Oké, ja, daar heb je dus erg veel. Hij springt op de eerste cactus, gaat hij voor de tweede, gaat voor de eerste knallen. Ja, krijg je XP, man, hier! Oké. Okay. Oh god, damn it. Dit wordt echt los. Wow, what the fuck is hier aan de hand? Boy. Oh nee, jongens. Moet ik daar ook nog heen? Ik ben echt het heksje. Ga maar. Ga maar. Hij springt op de eerste cactus, krabbelt zijn kop tegen de tweede. Overal stekels. Sam, kan je hem even helpen? Allemaal stekels in zijn gezicht en zo. Kom maar. Hij gaat gewoon door. Hij gaat gewoon voor man mode en hij loopt ervan. Oh, ik heb hier slime balls. Moet je even over je hele lichaam wrijven. Ja. Dat is chill. Zo. Ja. Oh, ik heb een glinstering lemon. Dat is heel belangrijk. Ik weet niet wat het doet, maar... Hey, you're welcome. Ga ervoor, man. Dat geeft je geluk. Die glinstering lemon. Kijk dan. Nee. Ja, hij heeft het gehaald. Hij haalde het. Kijk. Hoppa. Hij heeft het gehaald. Wow. Holy shit. Wow. Hij heeft een checkpoint plaatsen. Wat gaat hij doen? Hé, hey, kijk. Ik maak wel een vette beat. Oh nee, jongens. De map is echt verwoest. Project Minecraft, ja, mold the Just for Cats map, like a boss. Sorry, boy. Hey, jij gaat straks lekker een cola halen. Weet je wat? Dit duurt nog wel even. Goed. Hij doet mee voor spek en bonen. Nou. Voor spek en bonen. Oké, hij gaat ervoor. Springt op de eerste ijsbrug. En hij had het niet. Oké. Dit is veel erger. Bart geconcentreerd staat op deze ijsbrug. Gaat voor de tweede. Wat gaat hij doen? Diep inademen, Bart. Je staat totaal niet onder druk, Bart. Nu weten jullie gelijk waarom ik nooit Minecraft opneem. Dat heb ik inderdaad wel gemerkt, ja. Het wordt een beetje donker, jongens. Ik zie je ijs niet meer. Oké, jongens. Concentratie. Gaat voor het derde ijsblok. Dit wordt leuk. Dit wordt pas wat. Hij is op de eerste, tweede, maar gleed er weer vanaf. Je moet L echt gewoon shift ingedrukt houden, hè, op dat blokje. Even een hint. Goed zo, jongen. Hij gaat voor nu voor de derde blokje. Wat gaat hij doen? Hij gaat sprinten. En toch niet. Helaas, Dinar. Sorry, dat was... Sam gaat het even voor de... Sam, je coach. Kijk, zo moet je doen, man! Zo moet je doen! Hij gaat ervoor, joh.
Hier in één keer gehaald, appakee, ik ben hier gekomen. Bart springt op het derde blokje, wat gaat hij nu doen? Assassin's Creed stijl, gaat hij eroverheen? Kom op, man. Kom op. Gold lemon, glinstering lemon. Oh mijn god, wat doet hij nu? Ga met die banaan. Bart, go for it. Ah, ja, hij doet het. Hij houdt zichzelf in. Hij dacht er even voor te gaan, maar nee, dat ging hij toch niet halen, dacht hij. Hij gaat ervoor. Bart springt op, houdt zichzelf weer tegen. Goede beheersing. Kijk, zo moet je het doen. Gewoon in één keer, appakee. Ja, Sam. Echt van droogloopmodus. Niet zo... Wauw. Oké. Gaat voor. Kom op, Bart. Diep inhalen. Bart. Vooral niet laten afleiden door random koeien die op de baan verschijnen. Oké. Okay. Oh nee, dat meen je niet. waar staan die dingen ook alweer? Hier zo. Koeien. Hey, jongens, ik ben een... Wow! Ondanks de random koeien die op de baan verschijnen. Oh, er zit daar een kip. Er zit hier een kip. Oh nee, de flikkeren... Oh shit. Er komt echt een random... Nu moet je het gat zoeken. Oh, dus wacht, ik ga even terug. Ik moet even wat eten. Vol echt random koeien naar beneden. Wat is dit al die koeien, jongens? Het gat zoeken, hè? Ja, zoek het gat, jongens. Zoek het gat. Je moet hier in de verdieping naar beneden. Maar waar zit dat gat dan? Oh, god damn it. Waar is het gat toch? Waar kan ik een beetje vals spelen? Waar is het gat? Ik zie er al eentje. Hij heeft het gat gevonden. Gaat naar beneden. Dan moet hij naar de uitgang. Het einde is nabij. Kippen! Onze malle. Wart gaat ervoor. De eerste... Just Rock Cats. Parkourum gaat ervoor. Drukt op de knop en de eindtijd... Yeah! Oh jongens, wat erg. Confetti. Wauw. Okay. Heb je dit gemaakt, die kat? Wat? Heb jij die kat gemaakt? Ja. Die is wat is mijn eindelijk? Ja, dat weet ik niet. Normaal gesproken heb ik altijd de klok erbij, maar dat heb ik dus nu niet gedaan. Hey, eindtijd is supergoed, man. Oh. Echt respect. Bij deze krijg jij van mij de prijs. En dat is een brick. Nee, dankjewel. Het randomste wat hij uit kan kotsen. Oké. In ieder geval bedankt voor het kijken. En ons de volgende keer in de pak. Just Rest Parkourun. Bam, bam, bam. Son. Oh, je zal het niet denken. Waar is de... Je moet hier op deze pick zitten. Dat is heel belangrijk. Dat is de Just Rest Parkour pick. Oh, Bart, jij moet. Ja. Oké, jongens, wil je nog wat zeggen? Promote je voor jezelf. Je krijgt 1 minuut de tijd om jezelf te promoten. Go. Abonneer op Just Rocket! Jezelf te promoten, zegt hij. En dan... Wow. Ja, je moet je medemaat ook promoten. Waarom volgt hij me weed niet? Als hij... Kijk die pick. Ja, jongens. Wij zijn Protje Minecraft. Ja. Als je ons nog niet kent, kijk. Oh, kut. Oh. Het is een kanaal met allemaal random picks. En ik ben... Ja. We zijn een kanaal waar we biggen gaan maken. Het klinkt niet raar hoor. Je moet gewoon even kijken. We gaan biggen maken met eieren. Wat? Kijk, jongen, je hebt allemaal dieren achter je. Wow, what the fuck? Oh, jongens, wat is dit? Oh, ik... Maak baby's! En wij maken allemaal liefde aan dieren. Dus kijk ons op kanaal. GroenLinks, support ons. Ja, GroenLinks, inderdaad. Ja, dat is ons hoofdsponsor. Dus... Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Het zijn zoveel hartjes. Jongens, peace. There we go. Jongens.